Deze beschouwing die gaat over Hebraeus. Ik ben Hebraeus aan het leren. Bij de website van Duolingo. Tenminste, daar doe ik de oefeningen. En los daarvan. doe ik bij. John Kostik. Een grappige man. Ik heb een linkje naar hem. Opgenomen bij de beschrijvingsbox, het stuk van deze film. Moet ik hem even scrollen. John Kostik. Your Dutch Uncle John. Zo noemt hij zichzelf. <laughs> Dat is een heel grappige man. Ja, je moet goed. Hebben. Ja, hij doet het gewoon hartstikke schattig. Je moet zelf maar kijken. Vind ik. Van hem leer ik een, heb ik een hoop geleerd. Ik blijf naar hem kijken. En Steven Anderson, die haatprediker. Ik zou voor de rest niet luisteren naar zijn sermons. En hij heeft een filmpje gemaakt waarin hij uitlegt hoe het Hebreeuws in elkaar zit. En, en dat doet hij vrij goed, denk ik. Het Hebreeuws alfabet, dan legt hij uit. En naar hem heb ik geen linkje opgenomen, maar dat kan je zo vinden. Zijn YouTube-kanaal is uh, Sanderson. En dat is de eerste letter van zijn voornaam, Steven. Gelijk gevolgd door zijn achternaam, Anderson. En Anderson, dat spel je net als dat karakter in de film The Matrix van Neo. Mr. Anderson. Anders, zoon. De ja. son of Anders. En Steven Anderson, die vertelt goed van de 22 letters, hoe het in elkaar zit, hoe je ze tekent. Tekenen, ik kom zo dadelijk op terug, waarom je het tekenen moet noemen. En er zijn er nog meer hoor. Dus je kan op het internet best vrij veel vinden waarin uitgelegd wordt hoe Hebraeus in elkaar zit. En ik ben dan bezig met Duolingo. Dat is een, een taalleerwebsite. Die is gratis. Ja, je kan wel betalen, dan krijg je extra features. Maar dat heb ik niet. Ik, ik doe het gratis. En het leuke van Duolingo is dat er zitten geen lesjes op zitten. Maar er staan alleen... Ja, het is een serie oefeningen. Dus je hebt oefeningetje, 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 oefeningetje. En dat heet er dan Lessons. Maar, maar ja, goed, er wordt niet veel uitgelegd. <laughs> alleen van... Uh, 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 je hoort wel Hebreeuws uitgesproken worden. Oh, en je moet Engels kunnen. Maar dat, ja, ik ken dat. Eenvoudig Engels. Hoor. Want uh, mama... Uh, komt vader. Of zo. Ik ben een duif. <laughs> ja, dat was een voorbeeldzinnetje. Ik ben een duif en jij bent een duif. Dus dan... Uh, Annie, Jonna... En dan... Vata... Nee, je vat Jonna, ja. En dat vind ik wel leuk van Duolingo. Hele korte oefeningetjes. En het is echt niet moeilijk. Ze beginnen heel simpeltjes. Je hoeft maar een paar letters te kennen. En ja, op zich het alfabet, ja, dat kan je natuurlijk ook vinden bij Wikipedia. Er staat ook het Joodse alfabet. Hebreeuwse alfabet moet ik zeggen. En dat legt Steven Anderson dus uh, goed uit. Dat is even geen haattoestanden. Er worden geen homo's door de zaal gegooid. Nou. <laughs> niet tegen de kansel aangetrapt. Oh, want de karakter is dat. Maar niet Steven Anderson. Daar krijg je echt buikpijn van. En uh, Your Dutch Uncle John. Die John Kostik. Ja, dat is puur gein, Dat is erg leuk. En het leuke van John Kostik vind ik... dat hij het Hebraeus betrekt op de Bijbel. Want hij is niet alleen Hebreeu. Kenner, Hebreeuws kenner. Hij is ook een bijbelgelovende christen. En hij weet een aantal frappante. toevalligheden. op te lepelen. En laat het woord toevallig maar weg. Want dat zijn geen toevalligheden. Dat, dat is opzettelijk. Dat is zo. On, on, ja, dat kan je niet ontkennen. Ja. Dit kan geen toeval zijn. En dan opzettelijk op een heel erg hoog niveau. Dus danig dat je gaat geloven dat hier een hogere macht aan het woord is. Te weten, God zelf. Waarbij je dus weer terugkomt op de bewering van veel christenen dat de Bijbel het woord niet van Mozes is. En niet van... Uh, we hebben er allemaal aan geschreven. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Nee, het is het woord van God. Dus die mensen die eraan geschreven hebben... die waren geïnspireerd... door één en dezelfde. Namelijk degene... die van zichzelf zegt... dat hij is. Ik ben die. Het is een ja, ik ben het issende. Ik ben hij die is. I am that I am. I am the one that I am. Bijzonder. Hebreeuws. En wat die taal zo bijzonder maakt... dan moet je beginnen bij het Hebreeuws alfabet... Wat slechts bestaat uit 22 letters. En dat je dan beseft dat 22 gedeeld door 7, dat is de verhouding tussen de omtrek van een cirkel en zijn diameter. Dus als je een cirkel hebt met een omtrek van 22 gedeeld door 7, dat is 3,14. Dus als je een cirkel hebt met een omtrek van 3 meter en 14 centimeter, de omtrek dan is de diameter van die cirkel 1 meter. Dus een getal 22, dat is uh, op zich al een keuze. Hè? Kijk, die 26 letters die wij hebben in ons alfabet... dat lijkt mij meer dat je... ja, dat je allerlei klankjes wil, hè? En na zoveel klankjes denk je van, oh, dat is wel genoeg. Je kan bijna zeggen dat we. in het Nederlands misschien wel. Uh, ja, misschien dat we wel een lettertje kunnen missen. Want waar heb je de Q eigenlijk voor nodig? Maar voor de rest heb je denk ik wel elke letter nodig. Denk ik zo. Nou, wel de C. die Heb je niet wel nodig? door actie, en dan kan je ook schrijven als uh, A K S en dan uh, I E. De X heb je die eigenlijk wel nodig. Uh, ja. uh, K S kan ook. Hè. Maar goed, wij hebben dan 26 letters en daar zit verder qua aantal niks achter naar mijn mening. Bij het Hebreeuws is dat zonder meer anders. Het is geen toeval dat er 22 karakters zijn. En 22 gedeeld door 7, ja, 7 is wat dan heet dat godsgetal. Maar wat zijn nou die 22 letters? Ja, dat zijn niet alleen letters. Dat zijn 22 begrippen. Dus dat zijn. Je kan zeggen. Want die, die begrippen, dat zijn dus woorden. Dus het Hebreeuws alfabet bestaat uit 22 woorden. Die elk voorgesteld worden door één graveem. Dat is de mooie term die daarvoor geldt. Een graveem. Dat is een... Je hebt een morfeem. Dat is een, een klank die uit je keel komt. Dat is een g of zo. Of r dat is een morfeem. En een grafeem. Van van een grafisch. Dat is geschreven. Een geschreven klank, kan je ook zeggen. Een letter dus. En bij het Hebreeuws zijn de letters, dat zijn woorden. Dus alef, dat is de eerste letter van het Hebreeuws. Dat is een begrip. Het, het slaat op de eerste. Het slaat ook op de machtigste, de sterkste. Jij zou ook kunnen denken van ons woord lef komt van alef. Daar moet je maar lef voor hebben, zeggen wij dan. Of wij leven is het meervoud van lef. Ik lef, hij leeft, wij leven. Grapje natuurlijk, maar... Je snapt wat ik bedoel. En die letters in het Hebraeus, die ieder een eigen betekenis hebben. De tweede letter bijvoorbeeld, ik weet niet alle betekenissen hoor, ik zal er zo dadelijk mee stoppen. Maar de tweede letter, dat is de bijt, wat wij de B noemen. Dat staat voor huis. En de... oké, okay, is dat... Even mijn alfabetje erbij pakken. Uh, kijk, wat dat is, uh, 6, dat is 11, de twaalfde letter. Dat is de lamet. En de lamet dat staat voor de staf van een herder. Dus het is een statussymbool. De degene met de lamet, dat is de herder. Die heeft de lamet. En de r, dat is de rej. Dat staat voor een, een hoofd, een gezicht. En dan heb je de laatste letter van het uh, Hebreeuwse alfabet. Het laatste symbool, dat is de en dat betekent zoveel als contract, afspraak, een deal, een overeenkomst. En uh, wat daarbij hoort is ook het woord kruis. Vroeger was het zo dat als twee mensen uitonderhandeld waren. Dat ze als ritueel deden ze het volgende. De ene die, die trok een streep en die andere die zette daar een streep doorheen. Dus dan vormt zich een kruis. Hè? Dus twee gekruiste strepen en uh, Pieter doet de eerste en Henk eroverheen. Dan heb je een kruis. En dat betekent zoveel, nou, wat wij dan noemen handje klap. De hand schudden. Hè? Is het een overeenkomst? En dan schudden wij de hand, hè? Op die manier hadden ze ook dat kruistekenen. Nou, zo, zijn er, zo heeft iedere letter. een bijbehorend woord. een bijbehorend begrip. En dat begrip wordt ge duidelijk gemaakt. middels de vorm van de letter. Dus. De tweede letter van het alfabet, dat is de Bijt. Die dat staat voor huis. En de vorm daarvan. Ik zal misschien nog wel ja, Dat doe ik nog wel een keer dat ik een screencast maak. En dan zal ik even Hebraeus typen voor jullie. Maar als je het interessant vindt, kan je hem zelf zo opzoeken op Wikipedia. Dan doe ik het Jewish alfabet. Kijk naar de tweede letter. En dat is een, een grondplankje. Een letter die dan over de onderste lijn van links naar rechts loopt. En dan een, een, een soort overkappentje erboven. Dus voor een overkapping. Daar, daar gaat het om. Het is een soort bushokje van opzij gezien, dat, dat is het symbool voor het huis. En bijt. Wij kennen dat woord Bethlehem. De plaats waar onze Heer geboren is. En lechem, dat betekent brood. Dus Bethlehem, dat is huis brood. Oftewel ja, bakkerij of zo. Of huis van het brood. En later zal Christus hè, <laughs> zeggen... Toen hij 33 was, de, de avond voor zijn kruising, zegt hij tegen zijn discipelen, dan, dan geeft hij ze allemaal een stukje brood. En dan zegt hij van dat brood, dit is mijn lichaam. Dus het lichaam van Christus is brood. Je, je moet mij, oh ja, dat, was, dat is niet cannibalistisch bedoeld, het gaat erom dat hij brood is. En hij komt namelijk het bed leggen, <laughs> het huis van het brood waarmee ik even wil aantonen... dat als jij Hebreeuws doorgrondt... dat de Bijbel heel anders tegen jou gaat spreken. Jazeker. Bijvoorbeeld... Uh, Metusalem. Uh, dat is toch de oudste man, hè? Die werd 760 of zo, hè? Uh, Die naam heeft een betekenis... En die betekenis van die naam is, zijn dood zal wat brengen. Dus, ja, als, als deze dood gaat, nou uh, berg je dan maar. Dat betekent met to salem. Want met betekent dood. En Oesalem of zo, of Salem. Zo. Dat betekent, uh, hoe, nou, dan gaat het gebeuren. Ja? Nou, wat gebeurde er nou bij de dood van Metussalem? Weet jij dat nog? Nou, als de Sodomit je wil pakken natuurlijk, dan kan je het snel opzoeken. Ja, toen kwam de zondvloed. Dus, uh, Metussalem was nog niet dood. Of hoppakee, en toen kon iedereen. Uh, nou, iedereen. <laughs> Noah en zijn vrienden en al die dieren, die konden als de Sodemieter in die boot. Want Meetalem was dood. En zijn dood, nou, die zou wat brengen, ja. Inderdaad, de zonvloed. Dus Zo wordt de Bijbel voor jou veel begrijpelijker. Ook een hele goede is. <tie> die voel je ook niet aan. Dat wist ik allemaal niet. Hè? En dan moet je weten dat ik ben een uh, bijbelgetrouwe gelovige christen vanaf mijn twaalfde. Ja, toen ik, toen ik twaalf was, ging ik elke zondag naar de kerk. Hè? Ik ging niet naar de dienst. By the way, die heb ik wel een aantal keren bijgewoond. Maar ik ging naar de jeugddienst. En daar was ik een van de oudere kinderen. En ik kon gitaar spelen dus ik mocht gitaar spelen bij het liedjes zingen en ik hoorde dus die uh, ja, jeugdige preken of ja verhaaltjes er werd voorgelezen uit het met name het oude testament nou dat vond ik hartstikke leuk en ja het was voor mij ook heel makkelijk ja want ik was een van de oudste kinderen maar er waren meer kinderen over die ook wat ouder waren. En een hele hoop kinderen die echt jong waren. Want dat vond ik wel leuk aan die gemeente. Dat was Pinkstergemeente, Is dat ze een dienst hielden. En ja, heel veel mensen hadden kinderen. Ja, je kan moeilijke oppas regelen voor je kinderen op zondagochtend van 10 tot tot uh, pup. Want de rest van zondag Nederland ligt zijn kater uit te slapen. Want zaterdag heeft Feyenoord gevoetbal tegen Excelsior. Dus ze nemen je kinderen mee. Nou, dan nou, kan je de kinderen in de kerken meenemen. Of, en dat hadden ze daar dus geregeld. Er is als het ware een kinderopvang met een christelijk tintje. En dan op dinsdag ging ik naar de. Nou, dat was, was Bijbelleesavond. En dat was voor. ja nou, daar was ik een van de jongsten. Mensen van 16, 17, 18, 19, 20, die kwamen daar. Dan was ik een heel eind. was met de bus naar Amsterdam-Amstel. Heel beroemd station in Amsterdam. En dan vandaar met de tram. En, ja, ik weet niet meer waar ik uit moest. En dan nog een eindje lopen. En dat was een soort van koffiehuis. En dat was dan dicht, want dat was alleen overdag open. En s'avonds hadden ze dat afgehuurd. En dan kregen wij Bijbelles. Dat was erg leuk. Dus twee keer per week zat ik uh, ja, mij te verdiepen in de Bijbel. En ik las elke avond Bijbel. Elke avond voor het slapen gaan. En bidden elke avond. En dat was niet onder dwang. Dat was niet, omdat mijn ouders mij uh, dat. Opdroegen. Zo. Sterker nog, mijn ouders. die kregen. Ja, die kregen er de balen van. van dat Pinkstergemeente-gedoe. En die gingen niet meer. En ik wel. Weet, toen ik 16 was. Nee, toen ik 16 zou worden. vlak voordat ik 16 zou worden. Zijn uh, mijn ouders en mijn zus en ik verhuisd naar Groningen? En toen heb ik daar afscheid genomen. Ja, kon ik niet meer komen. <laughs> lijkt me nogal wieners. Dus. Maar toen wist ik dit dus allemaal niet. Wat ik je nou vertel, bijvoorbeeld. En ik weet niet of jij Bijbelkennis hebt. Maar je hebt dat verhaal van die Kruising. Dat, dat moet iedereen kennen. En Christus heeft zelf aangestuurd op die kruisiging. Er wordt, is ook een verhaaltje... Dat komt vanuit de katholieke kerk. Hoor. En die zeggen dan... Ja, we vinden de Joden maar uh, een heel vervelend volk... want die hebben Christus gekruisigd. Ja, kijk. Punt 1, het waren de Romeinen... die onze Heer gekruisigd hebben. En punt 2... Uh, iemand moest het doen. Want, punt drie: Onze Heer Christus heeft gezegd: Ik ga iets laten gebeuren en dat gaat mijn dood inhouden. Maar wees niet getreurd, want als ik niet heen ga, dan kan ik de trooster niet sturen. Uh, ik moet heen gaan. Dat is noodzakelijk. Dat kan niet anders. Want anders kan ik de trooster niet sturen. En ik beloof jullie, als je me nou lekker laat gaan. dan ga ik heen en dan beloof ik, dan stuur ik de trooster. Want dat is nodig. De, mijn fase is nu voorbij. Ik heb nu genoeg gedaan. Ik, ik kan niet meer doen. Christus was typisch iemand die. Eh, wat veel mensen eh, ja, zouden moeten doen, dat is namelijk stoppen op het hoogtepunt van je carrière. Nou, dat is, heeft Christus gedaan. Zelfs op het hoogtepunt van zijn menselijke leven, eh, toen hij 32, 33 was. Dan ben je op de top. De Elvis Presley heeft dan nog door, eh, ge... shaking his hips van in de kut. Maar op het einde was het een, een dikke, vieze oude man. Maar toch? Met een zonnebril. Ja, die had beter eerder kunnen stoppen. Anyway, Christus heeft die kruisiging van tevoren aangekondigd. En op de dag voordat het echt ging gebeuren... heeft hij het nog extra, extra, extra ingevreven. Want dit is echt de laatste keer... Maar hij had het al eerder gezegd hoor. Want het is nou allemaal heel gezellig. Maar zo dadelijk gaat er iets gebeuren. En dat sta je nog avonds aan te kijken. Nou, en wat gebeurt er nou? Het was een Hebraeus-Joods uh, gebruik. om het volk te laten kiezen. Want als er dan twee ter dood veroordeeld waren. dan mocht het volk er eentje vrijlaten. En dat gebeurde dus ook in dit geval. Christus was, onze heer was te dood veroordeeld en een andere man. En dat was een regelrechte misdadiger. En die heette Barabbas. Dat was mij toen ook geleerd. Dat staat in de Bijbel. Hè? En toen heeft die keizer die er toen was... Hoe heette die nou? Maakt niet uit hè? Die koning, die, die Romeinse stadhouder die er was. Filiaalhouder of zo. Die vroeg aan het volk, oké, okay, wie zal ik laten lopen? Christus Jezus of Barabbas? En toen zei het volk, nou, laten Barabbas maar lopen. Ja. Maar wat betekent Barabbas? Nou, Bar... Betekent zoon. En Abba betekent vader. Dus toen het volk werd gevraagd: wie zal ik laten lopen?. toen riep het volk: de zoon van de vader. Ja, maar wie was er ook nou weer de zoon van de vader? Dat was Jezus. Ja. Snap wie? Dus als je Hebreeuws leert en je leest je Bijbel opnieuw, dan denk je, nee, dat kan niet man. Het is echt waar, wat ik nu allemaal vertel. Kortom, dat Hebreeuws dat is me een taaltje. Ik vind het bijzonder... Ja. Ik wou zeggen bijzonder mooi. Maar dat is niet eens het goede woord. Een bijzonder mysterieus. Dat zou ik moeten zeggen. Ja. Ik sprak twee weken geleden een vrouw. Het was een Amerikaanse vrouw. En die heette Rachel Silverstein. Nou, dan voel je hem al hangen, hè? dat is een Joodse vrouw. Rachel, dat is een Joodse naam. En Silverstein, dat is ook een, dat is een Joodse achternaam. En dat is Goldberg. Stein. en Goldberg. Hè? En haar naam Rachel. Dat is resh, get en, en lamed. Nou, you believe me dat je... Nou, resh betekent hoofd en get, dat weet ik niet wat het betekent. En Lamet is dan de herderstaf. Maar herderstaf is ook weer een, een woord wat... Het gaat niet letterlijk om die staf... Het gaat om wat die staf weer betekent, want zo'n zo herderstaf heeft ook weer een betekenis. Het duidt weer op iets. Maar autoriteit. Maar en onze Sinterklaas die heeft toch ook zo'n staf? Ja, dat is om zijn autoriteit te ondersteunen. Ja, het is een teken van wie er de baas is. Het is dus niet alleen maar een wandelstok. Wil ik maar zeggen. Nou, en haar naam is Rachel. is gewoon drie letters, dus. Hè? Je hebt geen klinkers in het Hebreeuws. Ja, dat heeft dan ook weer een betekenis. Dat is toch erg mooi te houden. Er is voor mij een wereld opengegaan. Dat kan ik je vertellen. En ook vanavond ga ik weer verder luisteren naar John Kostik. Hi, shalom, shalom. This is your Dutch uncle John. En dan maakt hij rustig een uitzending van een uur. Maar dat, 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 dat hou ik makkelijk vol, hoor. Dan lig ik lekker achterover in mijn bedje. In mijn alfabetje. Ja. <laughs> En dan probeer ik alles te onthouden wat hij zegt. En hij heeft het goed, bestudeer, goed bestudeerd. En hij is een christen. Erg plezierig. En zo is het eerste... En dat is ook iets wat ik dus nooit geweten heb. Hè? Het, het eerste boek van het Oude Testament... Dat heet... Op zijn Duits heet het Moses 1. Moses 1. En in de Statenvertaling heet het Genesis, en in de King James heet het Genesis. En Genesis betekent ontstaan. Nou, zo is het genoemd, maar dat is vertaald, want het oude Testament dat is geschreven in het Hebreeuws. Nou, in het Hebreeuws heet dat boek Bereshit. Beren shit. Als je het opschrijft heb je Beren shit. Letterlijk krijg je dan S-H-I-T. Beren shit. Dus berenstrond. <laughs> maar zo schrijf je het op. Hè? Beren shit Beren shit bestaat uit zes letters. En die letters hebben ieder een betekenis. Nou, als je de eerste twee letters nou eens ziet als één betekenis, namelijk. Bij het reis, dat betekent zoon, of een bar, een bar mitzwa bijvoorbeeld, een bar Abbas, een zoon van God, een bar mitzwa, dat is zo'n Joods ritueel, Hebreeuws, ja, Joods ritueel, waarbij uh, ik denk een jongen van 14 die doet dan bar mitzwa, en dat betekent zoveel dat jouw kind dan, of hij dus, he, dat, kind, dat wordt dan een kind van de wet. En mitzvah heeft iets te maken met wet of regels. Of dan heb je dus dat woord bereshit. Het heeft zes tekens. Nou, die eerste twee die zie je als één woord. Dat is bar. En dan krijg je een alef. Nou, alef staat voor de eerste. Want het is de eerste letter van het, van het alef byte. Ah, en wie is er de eerste? Ja, dat is de Heere Heeren. Dat is God. Dus, dus dan krijg je uh, Ber, een zoon. Dan krijg je God. Hebben we drie gehad. Dan krijg je bara en dan krijg je de, de Shin. En de Shin dat staat voor de vernietiging, destructie. Barajid. En dan krijg je na die shin krijg je een Jod. En de Jod, dat is een heel klein lettertje. Dat, dat ziet eruit als een apostrof. Letterlijk. Het is dus niet anders dan een apostrof. Alleen bij ons is een apostrof. Een, ja, zo'n zo, zo vrimeltje bovenaan de zin. Meer niet. Hè? In het Hebreeuws is het een letter. Dat heet een Jod. En de betekenis van die Jod is hand, onder andere. Dus van, je, van het menselijk lichaam het werkende deel. Hetgene wat het werk doet. En de laatste letter van Bereshit is de Tav. En de Tav is zoals ik net heb uitgelegd. Dat is de laatste letter van het Alephbyt. Dat staat gelijk aan het kruis. Aan de overeenkomst. Een overeenkomst is een kruis wat dan getekend wordt. Dan krijg je dat het woord bereshit, wat betekent overigens beginnende. In de King James staat in the beginning. Maar dat staat er in het Hebreeuws niet. Daar had er moeten staan uh, het bereshit. En daar staat niet... ...he Bereshit... ...de beginning... ...of de begin... ...of het begin... ...in het Nederlands is het... ...in het begin... ...schiep God... ...dat staat er niet... ...dat staat begin... ...begin schiep God... ...begin schiep God... ...dus ja... ...dat kunnen wij niet goed... ...in het Nederlands... ...of in het Engels zeggen... ...dus vandaar dat ze bij de... ...King James hebben gekozen... ...van in the beginning... En in het Nederlands staat er dan in het begin. Maar de, ja, de van de King James en het het van het Nederlands heeft een plek in het Hebreeuws. Er is een letter voor, die staat er niet. Dus, je zou eigenlijk moeten zeggen, beginnende, schiep God hemel en aarde. Dus, ha, hashamayim en harets. De aarde, de wereld is Haaretz of Land, kun je ook zeggen. Er is een krant in uh, in Israël die heet ook zo. Die heet Haaretz. Dat betekent dus de wereld. Nou, dat Bereshit dat is dus het eerste woord van het eerste boek. Van het oude testament. Dat is toch leuk, hè? Dus dat boek heet Bereshit, en dan ga je het lezen. En dan staat er als eerste Bereshit, bara, Elohim, Hashemayim, haaret. En er zit dus dat ding achter met die betekenis van die verschillende letters... en dan krijg je zoon, God, destructie, hand, kruis. Ja, en Jezus, de zoon van God, is uh, ja, aan zijn einde gekomen. Hè. Zijn lichaam is kapot gemaakt. Terwijl meneer Jezus gespijkerd zat met zijn handen. Ja, hij voelt wel ook, maar hè. zijn handen is natuurlijk het meest dramatische. Met zijn handen gespijkerd aan het kruis, hè. Zo vond hij zijn destructie. Dus dat staat in het eerste woord, Bershid. En mijn dochter, die hoor ik nu al zeggen. Ja, dat is toeval. Maar <laughs> ja, dat is nog maar een klein meisje, die is pas 19. Dit was satirisch bedoeld, by the Met een, een kleine teleurstelling als ondertoon. <laughs> Nee, tussen mij en mijn dochter komt het heus op een dag goed. Alleen morgen niet. <laughs> Ze komt maandag weer eten. Dan ga ik je weer heel voorzichtig aan de tand voelen. Hoe het staat met haar atheïsme. Is het al verdord, meisje? Hebreus, ik kan het aanbevelen aan jullie om dat ook een keer te gaan leren. Ja, je kan wel denken van, nou ah, dat hoef ik niet te leren hoor, ik luister wel gewoon naar Perry. Maar ah, je hebt John Kostik nog natuurlijk. Die zou ik toch ook echt gaan beluisteren. En er zijn nog meer van die biblical scholars. Die mannen en vrouwen die op internet, meestal zijn mannen trouwens, die een uitleg geven over Hebraeus. En het geeft mij heel veel plezier om elke dag, en dat, daar nodig Duolingo dan voor uit. Kijk, elke dag krijg je een mailtje. En als je dan dagen aan één uh, netjes je oefeningetje hebt gedaan, en dat is echt niet meer dan één à twee minuten per dag. Dan krijg je extra bonuspunten ofzo. Ja, dat is een soort spelletje. Maar je krijgt toch punten. En dan doet hij ping. Dan heb je weer zoveel punten erbij. En dan... Ja, dat is toch leuk. Hè? En je weet nooit waar het goed voor is. Hè? En die arme Joodse mensen... die worden al zo... Uh, ja. ja, Ze hebben een ongelooflijk slechte pers... Ik wil altijd nog een, een aparte beschouwing houden over uh, ja, jodenpesterij. Uh, het is wel van alle tijden, hè? Want bijvoorbeeld, om het even... Ja, ik, ja, ik, ik moet het even kwijt. Maar 9-11. Kijk, die aanslagen... die hebben alle karakteristieken... Van een hele officiële aanslag. Zoals de paus en zijn drinkenbroeders. Kleuterneukers. Om ze maar eens even bij een ware naam te noemen. Zoals zij dat aanpakken. Het is typisch het werk van de paus. Typisch. En wie? Oh, wie krijgen de schuld? Nou, we geven dan een of andere de Arabier de schuld zodat we dan uh, Afghanistan binnen kunnen gaan vallen. Dat is net zoiets als dat je een Deen de schuld geeft om Polen binnen te dringen. Ja, laten we maar de Denen de schuld geven. Ja, waarom dan? Nou, dan kunnen we Polen aanvallen. Uh, ja, de idioterie, snap je? Nou, als iets zo idioot is, dan kan het alleen maar van de paus zijn. Ik vat het maar even kort samen. Maar er zijn meer mensen die er bijzonder van overtuigd zijn dat het het werk van de paus was. Van de organisatie die de paus omhoog duwt als uh, hoofdmalloot in een jurk. Anyway. Dan krijgt dus zo'n onduidelijk figuur uit Saoedi-Arabië, die krijgt een schuld. Die heeft dan 19 van die Saoedi-Arabische vrienden en die hebben plotseling allemaal vliegles gehad. En uh, die konden ongelooflijk goed vliegen. En uh, die vliegtuigen die, uh, ja, die verdwenen dan in de grond ook. Ja, dat, ja, die Mohammedanen ja, die, die kunnen alles hoor. Die laten een heel vliegtuig verdwijnen in de grond. Ah, Perry, dat is niet waar wat je nou zegt. Dat is wel waar wat ik zeg. In Pennsylvania is een heel vliegtuig onder de grond verdwijnen. Er is dus, uh, helemaal niks van teruggevonden. Nog niet eens uh, de asbak van de piloot. Ja, dat is logisch, Perry, want er was toen al een rookverbod. Ja, maar je snapt wat ik bedoel. Helemaal niks. Een abacadabra. Simsalabim. Nee, natuurlijk. Dat, die geven we officieel de schuld. Nou, dat verhaal dat is zo lekker een mandje. En dan hebben ze vervolgens een heel spoor achtergelaten. Waar de hele wereld overheen gevallen is. En dat spoor leidt naar de... Naar de Polen. Nee, fout. Probeer het nog een keer. Ja, dus Osama bin Laden, dat zegt iedereen op het nieuws. Zij iedereen op het nieuws, zegt iedereen op het nieuws nog steeds. Maar Osama bin Laden kan het niet gedaan hebben. Uh, dat snapt een kind die nadenkt. Door mijn vriend uh, Wim Kruidentuin. Uh, die, die is nog niet zo slim als een kind, maar dat komt misschien nog wel. Maar die gelooft nog steeds dat het Osama bin Laden was. Maar goed, dat, daar kan ik niks aan doen. Maar iemand die wat weet van metallurgie, die snapt dat een gebouw van 440 meter hoog niet zomaar verandert in stof als daar een Boeing 767 tegenaan knalt. Er gebeurt er helemaal niks namelijk met dat gebouw. Ja, je hebt een hoop schade, maar dat gebouw staat er gewoon overheid. Het is misschien een klein beetje verbogen, hooguit. Nee, dat is geen, dat is geen grote schade, dat kan niet. En zeker niet dat hij helemaal een stof verandert. Hè? Maar dan weet je dus dat Osama bin Laden het niet gedaan kan hebben. En dan ga je je natuurlijk afvragen, wie hebben het dan gedaan? Nou, ga dat maar kijken op internet. Dat leidt naar de Joden. Ja. Ja. En niet naar de Polen. Niet naar de Grieken. Nee, de Joden krijgen daarvan de schuld. Ja, ja. En zo hebben de Joden van heel veel dingen de schuld gekregen. En de Joden de schuld geven. Dat komt van de paus. Dat kan ik je op een briefje geven. Dat heeft de paus altijd gedaan. Door die kruistochten, dat was van de paus. Daar had het christendom geen drol mee te maken. Daar zat de paus achter. Daar waren die kruistochten. Ja, een beetje gaan lopen plunderen in Jeruzalem. Nee, de paus wil Jeruzalem. Die irriteert zich dood aan al die joden die er zitten. En aan de andere kant pompt hij het dan weer vol met joden. Het is helemaal heel ingewikkeld. Want oh, er wordt een, een spel gespeeld, joh. Nou, 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 nou. En de Joden zijn de dupe, Dat kan ik je wel vertellen. De Joodse mensen dus, hè? En nogmaals, ze krijgen overal de schuld van. Totale onterecht. Maar daar ging het dan niet om. Dit ging over het Hebreeuws. En wat ook heel erg leuk is aan het Hebreeuws. Ik ga afronden hoor. Maar de eerste letter is Alef. En de laatste letter, dat is de TAV. En de TAV, hoe je die trouwens schrijft. Dat is het symbool Pi van het Griekse alfabet. Maar dan gespiegeld. En dat het gespiegeld is ten opzichte van Grieks, dat is logisch. Want Grieks schrijf je van links naar rechts. Net als Nederlands. En Hebraeus schrijf je van rechts naar links. Maar het symbool Pi uit het Griekse alfabet. Wat duidt op dat hele ja, magische getal van 3.1415921? En dan weet ik het niet meer. De verhouding tussen de omtrek van een cirkel en de diameter. Dat is, de laatste, dat is het symbool dan van de laatste letter van het Alef-byte. Maar dat de eerste letter en de laatste letter samen, dat is weer een woord. En dat woord. Dat is jij. Dus als jij kijkt naar het Hebreeuwse alefbeit. en je kijkt alleen naar de eerste en de laatste letter. dan staat daar jij. Snel. En ze hebben een proef genomen. En dan hebben ze een groep jonge mensen uitgelegd hoe de pictogrammen, de 22 pictogrammen, plaatjes, beelden van het Hebreeuwse alfabet in elkaar zitten. Ja, dus uh, de alef, dat heb ik niet verteld, maar dat is het hoofd van een os. Dus een os is een heel sterke, zo, zo sterk als een os, zeggen wij wel eens. Hè? En uh, daar is dus de alef van. Dan moet je ze zien als een os, een osse kop met horens. En de bijt dat is dan een soort teentje. En nou gaan we door. Ze heeft iedere letter heeft een pictogram. En zo'n pictogram slaat dus er ergens op en daar hangt een betekenis achter. En zo is bijvoorbeeld de betekenis van uh, het woord vuur. Dat is Alef en dan een Shin. En Alef is de eerste, de, de machtigste, de, de os, de, os de, de, de kracht, de power. En dan Shin is destructie. Ja, Bereshit, daar staat ook het woord destructie, er is ook een Shin in. Hè? Destructie. Nou, en wat is nou de eerste destructie? Ja, dat is vuur. De, de destructieve macht, de destructieve macht, is vuur. Ja, daar kan je je iets bij voorstellen. Nou, anyway, ze hebben kinderen uitgelegd... hoe dus die betekenis van die pictogrammen, dus de letters, in elkaar zaten. En toen kregen die kinderen woordjes te zien, Hebreeuwse woorden te zien. En ze konden 80% van de woorden, min of meer... konden ze raden wat die betekenden. Alleen door te kijken naar de pictogrammen en de betekenis van die pictogrammen en dan die betekenis aan elkaar te plakken en dat ze dan zeiden, oh, dat moet het woord vuur zijn. He, dus de, de allerergste, zwaarste, beste, grootste, eerste destructie. Oh, dat is vuur. 80% van de woorden wisten ze uit te komen. Nou, misschien niet helemaal letterlijk, maar. Kijk, dat is wel fijn aan een taal. He? Dat je er in feite alleen, nou niet helemaal, maar dat je in principe, als je de pictogrammen kent en die 22 betekenissen die erbij horen, dat je al een heel eind kan komen. Ja. Erg mooi. Dus nou, dit is alleen uh, reclame voor het Hebreeuws en reclame voor taal in algemene zin. Taal is toch alles wat we hebben? Eh, nou ja, beter gezegd. Taal is de reden dat we er zijn. Want in de beginnen was het woord. Je hebt dus Bereshit, in het begin schiep God hemel en aarde. Beginnende schiep God hemel en aarde. Als eerste schiep God heen naar hemel en aarde. En dat deed hij met dat woord. Hè? Want daarna gaat hij dan praten, dan zegt hij er zij ligt. En God spreekt en het was. Dus zijn woord was de creëring. Maar dat geldt voor jou ook hè. Als jij wat zegt, dat heeft een enorme uitwerking. Een taal is daarom een, ja, een te bestuderen fenomeen. En Hebraïus, ja, hoort daar dus bij. Dat, ik denk nu dat het Hebreus interessanter is... Om te leren dan Nederlands. En dat wil wat zeggen. Want ik geef niet zomaar die troefkaart van het Nederlands op. Ik ben heel erg fan van Nederlands. Maar ik zit dan wel een beetje te twijfelen of ik eigenlijk Hebreeuws niet doorvrochtig vind dan Nederlands. Ja. Ja. <tiedert> ik ben er nog niet uit. Dat ik had jullie met me mee blijven denken aan taal en lekker onschuldig, huh? en dan zeg ik op zijn hamburgers: tjus en shalom shalom.